moest het maar te vragen. Ja, hoor. Dan staat hij al te zagen. Bijvoorbeeld te kotteren en te boren. De gaatjes in je oren. Ja. Als je maar kikt, als je maar kikt. Het is Willem die het flikt. Hoi! Daar is Willem met de waterfontein. De nijtang wordt de combinatie. Jij ja, bent wel heel sterk, hè? Kennen wel Ruken ook. Ik zeg het al meteen verkeerd, hè? Of rukte alleen maar zo, zo moest ik het eigenlijk zeggen. Goedenavond. Ons ma, die zei altijd, die zegt altijd, want ze is er nog steeds, die zegt altijd, als je ergens komt, stel hoe netjes voor. Dus, deze hier is mijn haarnetje. En deze hier is mijn sinaasappelnetje. Goedenavond. Mijn naam is W.A. Terpas. Maar je mag gewoon Willem zeggen, hoor. Ik kwam hier voorbij. Ik dacht, dat is verrekt makkelijk als er zoveel volk binnen zit. Dan ben ik gelijk klaar, want ik ben namelijk aan het inzamelen voor het goede doel. Dus, als je nog oude dumstokken of rolmaten of meetlinten hebt, dan kan je die bij mij inleveren. Ik zamel namelijk in voor het lineale fonds. Hey, maar nou dat ik hier ben, kan ik eigenlijk gelijk net zo goed even lekker schaften, hè? Ik ben er nou toch. Nou ja, lekker. Eens kijken wat onze vrouw mij nou weer heeft meegegeven, want... Oh. Och jee. Het is er weer een briefje bij gedaan. Hoi schat. Ik hoop dat je het lekker vindt. Nou, dat hoop ik ook voor u. Neem je niet te veel hooi op je schouders. Dikke kus, je maatje. Je maatje. Tegenwoordig noemt iedereen zijn partner zijn maatje, hè? Nou, ik zal daar nooit van zijn leven tegen mijn vrouw zeggen, hè? Nee, ik ben geen matenaaier. Doe even, want ik moet direct weer aan het werk. Dus. Hey, en die meisje, hè? Verdamme. En die meisjes, hè, die komen kijken, hè, die denken soms ook wel eens dat ze er zelf wel een beetje verstand van hebben. Hè. Les nog kwam er een ouder echtpaar, kwam kijken naar hoe het ervoor stond met de bouw van het huske. Dus die lopen daar een beetje rond. Zei die man, die zei, goh, wij maken ze die dubbele beglazing toch dik tegenwoordig, hè? Nee, meneer, dat is de serre. Ja, en toen ik vertelde dat we ook heel veel recyclen, toen zei de vrouwke, oh, is Eddy Merckx weer gaan fietsen dan? Maar eigenlijk is het wel mooi, hè, al die verschillende meisjes in de wijk. Hè? Jong en oud, lang getrouwd, niet getrouwd, vrijgezellen, het zit er allemaal, hè. Mijn vrouw is wel gelukkig getrouwd. Wij hebben ook 2 kinderen. Eigenlijk wilde ik geen kinderen. Ik heb ook heel lang geprobeerd om een zwangerschap te voorkomen. Maar ik vind dat wel verrekkers mooi werken in de natuur, hoor. Want mannetjes en vrouwtjes die ontstaan uit 1 zaadcel en 1 eicel. Daar begint het mee, hè. En dan 1 keer per maand komt er zo'n eicel vrij. Dus de rest van de maand heeft het momenten zat dat ze niet zwanger kunnen worden. En die maandelijkse cyclus, die hebben ook heel veel dieren, hè, zo'n maandelijkse cyclus. Ja, behalve natuurlijk de weekdieren. Maar goed, ik wou dus echt geen kinderen, hè. Dus ik neem het zekere voor het onzekere, hè. Dus ik steeds voor het zingen de kerk uit. Maar ik geloof dat daar hier ook wel veel gebeurt. Met zo'n kerkkoor. Ja, en zelfs tijdens het slapen, hè, had ik een condoom om. Ja, ja, dat kennen we wel lachen. Maar als je nou 's nachts een natte droom krijgt, wat dan? Dat is toch handig dat je dan een condoom aan hebt? Ja. Maar hoe graag ik ook geen kinderen wilde, mijn vrouw die rokte toch zwanger. En ik was er helemaal niet blij mee, hè? Nee. Het enige wat daar opgewekt aan was, dat waren de weeën. En ik moest echt heel erg wennen, hoor. Maar na een tijdje vond ik het toch wel wat hebben, hoor. Zo'n kleine nakomeling. Ja. Dus uiteindelijk, hè, hebben wij toch heel bewust voor nog een 2e kindje gekozen.
Ja, want in die tijd, hè, konden wij ons eigen geen auto veroorloven. Wij moesten alles op de fiets doen, door weer en wind. En mijn vrouw die wou ook geren een kindje voor op de fiets. De laatste tijd zit mijn dochter in de nee-fase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar geleden vond ze dat nooit een probleem. Ja, ik loop, op een gegeven moment loop ik weer terug naar die inbouw. Staat er een gast op straat te schellen en te vloeken. Echt, daar lusten de honden geen kaas van. De buren die stonden er gewoon rustig bij als dat er niks aan de hand was. Ik zei, moet hem niet tot bedaren brengen of zo? Ach, wel nee, zei ze. Dat sta je zo, hè? Die maakt alles veel groter dan nodig is. Ja, ik vond dat toch wel heftig, hoor. Dus ik vroeg wel hem wat er aan de hand was. Ja, die godgloeiende kutpostbode, hè, die laat mijn bloed wel sneller koken. Ik zei, hoezo dan? Nou, die klote vent op zijn brommertje, die komt elke dag mee zijn post en die bezorgt mijn post elke dag op het verkeerde nummer. Nou, dan ben ik bij mij wel aan het verkeerde adres, hoor. Maar, daar moeten wij er toch niet zo over opwinden, jongen. Daar redden toch helemaal niks aan. Ja, zit hij, daar hadden ook eigenlijk wel gelijk. Maar ik heb al een klote dag gehad en nou deze nog bij. Ja, hoezo hadden we dan een klote dag gehad? Nou, zit hij, ik was een tuin aan het aanleggen. We waren bekaas klaar. Alleen de beplanting moest nog. Dus wij denken, even een korte pauze. Komen we terug, wat denkt hij? Alle planten weg. Ik zei, wie zou zoiets nou toch doen? Ik denk struikrovers, zit. Maar, nou wil ik geen blaffende honden wakker maken, hè. Maar ik denk dat daar bij de hoveniersbedrijf van hem allemaal geen heldere koffie is, hoor. Ik denk dat die gasten de mazen zijn die door het net gaan glippen. Ja, want ik stond dan nog een beetje mee die Thijs te buurten. En er kwam ineens een zwarte motor de wijk ingekrost met twee mannen erop in zwarte kleren en zwarte integratiehelmen op een kop. Met piepende banen stoppen ze daar recht voor Thijs in huis. Beginnen ze daar keihard met een hoop muntgeld naar hem te gooien. Ja, niet normaal. Ja, bleek dat het om een afrekening ging. Godverdomme. En nou weer. Hallo? Oh, hallo baas. Waar zijn er? Dat ik weer aan het werk moet. Moeten zeggen wie het hoort, hè. Zit heel een dag, dag aan, dag uit, op zijn kantoor. Beetje interessant te doen, een spelletje te doen op zijn telefoon ondertussen, hè. Oh, dat hadden we gehoord. Dat was denk ik een schop tegen het verkeerde been, of niet? Ik hoef niet meer terug te komen. Ah. Ja, dat schept niet echt mijn verbazing. Nou ja, ja, dan gaan we maar op huis aan, hè. Ah, misschien eerst nog even een 7-gangen diner hiernaast. Bak friet met 6 blikjes bier. Hè? En dan thuis maar een beetje bankzaken gaan doen of zo, hè. Ja, filmpje erbij. Liefst een filmpje mee van die mooie wijven erin, hè. Want ja, daar kijk ik graag naar, hè. Nou, stel mooie wijven, hè. Ja. Maar, bloot op tv. Ik vind wel, dat moet wel functionistisch zijn, hè? Ja, yeah, want ik moet er wel een sterven van krijgen. Houden we? Daar is Willem met de waterpomptong. De neitong of de combinazietong. Hup, daar is Willem met de waterpomptong. Want Willem... Ja, daar ben ik dan alweer, hè, voor de 2e keer. Vorig jaar dachten jullie zeker dat ik gek was, hè? Nou, vanavond weet je het zeker. Ja,
Ik heb wat te vieren. En wel dat ik hier dus 1 jaar in Molenschot ben. Mocht je nog geen cadeautje hebben, een kaartje is echt al voldoende hoor. Het maakt me ook echt niet uit wat voor kaartje. Visa card, Mastercard. Ja, ik heb voor de gelegenheid even toch maar deze schoen aangetrokken. Ik denk, ja, dat is wel leuk bij de act. Dus, ja, ik trek toch maar even mijn feestschoen aan hoor. Dat staat een stukje leuker. Ik heb die schoenen even geleend, hè, voor de gelegenheid van Linda Rijvers. Ja, dat is de enige van wie ik dat aandurf. Dan weet je tenminste zeker dat er geen voetschimmel in zit. Ja, en ik heb ook maar voor de gelegenheid even leren hakken. In de Rave Cave hier op de kermis. Ik ben er nog kapot van. Oh, man. Nou. Het afgelopen jaar ben ik dus super druk bezig geweest met inburgeren. Ja, ik dacht, hoe kan ik dat nou het beste doen eigenlijk, hè? Ja, het zou natuurlijk heel makkelijk zijn om bijvoorbeeld door middel van kinderen in te burgeren. Maar ja, kinderen met petje, hè? Ja, daar moeten we wel een bepaald kunstje voor flikken, hè? Daar wachten we nog maar even mee. Hè, met zijn killer body, hè? Zouden jullie onder 120 kilo gaan liggen? Maar dat maakt het mij helemaal niet uit hoor, echt niet, want daarnaast zit natuurlijk de tennisvereniging. Dus ik denk, nou, dan meld ik me daar gewoon aan. In het gooi speelde ik namelijk altijd op heel hoog niveau. Ja, samen met Richard, hè? Krijtjek. Ja, in Molenschot werd ik gelijk gelinkt aan de Molenschotse Krijtjek. Corné Bink. Ja. Hij bleek titelhouder te zijn van diverse grote toernooien op de PlayStation. Ja, dat beloofde wel waar voor onze wedstrijden samen. Dus na onze eerste wedstrijd ging ik nog even wat drinken in het clubhuis. Ja, toen vroeg zij mij in het clubhuis, zeg, waar is je speelpartner? Dus ik zei, nou ja, zouden jullie nog iets gaan drinken met iemand die je vandaag al 5 keer met zijn racket heeft geslagen? Hè? En die de hele tijd de tegenpartij staat uit te dagen. En dan ook nog eens vals loopt te spelen met de telling. Nee, zeiden ze in het clubhuis, nee. Daar zouden wij niet meer mee gaan drinken. Ik zeg, nou, Corné Bink dus ook niet. Maar van de week, hè, heb ik nog tegen Corné getennist en ik heb wel mooi gewonnen, hè? Oh, wat een loser. En ik vraag me dan ook af hoe het kan dat mannen hele continenten hebben ontdekt, terwijl Petje de boter niet eens kan vinden in de koelkast. In de supermarkt ook niet. Ja, want hij denkt wel dat hij zo populair is, hè, dat de deuren van de supermarkt vanzelf voor hem opengaan. Ja, en als hij kon menstrueren, hè, dan zou hij ook nog opscheppen over de grootte van zijn tampon. En waarom noemen ze in hemelsnaam babyvet, hè, als je er na 29 jaar nog steeds niet vanaf bent? Ja, Petje die zegt ook dat ik nooit meer zo'n man als hem tegen zou komen, hè. Maar laten we eerlijk zijn, hè. Hé, hey, kale mannen met een bierbuik zijn ook weer niet zo heel moeilijk te vinden. Ja, en laat zei Petje ook nog dat ik hem als een klein kind behandel. Ik heb hem daarna maar een sticker gegeven, omdat hij zo goed voor zichzelf opkwam. Ja, nou ben ik er helemaal klaar mee. Rot toch op, man. Ja, ja. Dankjewel, coachje. Ja. Godverman, als ik gemekker wil horen, koop ik wel een geit. Ja, en geen kaartje voor de klespraat. Laatst deze trouwens iets met de mond, waar elke man van droomt, hè? Ja, dus hield een keer een avond dicht. En als mensen zeggen, hè, dat het een aardig meid is als je er beter leert kennen, bedoelen ze eigenlijk, het is een kutwijf, maar je bent eraan. En ik kan het beamen. Ik
ben helemaal niet onhandelbaar. Ik ben gewoon een uitdaging. Stel je nou eens niet zo aan. Ik heb trouwens overeenkomsten gevonden. Tussen jou en kaplaarzen. Kaplaarzen. Kaplaarzen, ja. Als ze droog zijn, kom je er niet in. Als ze nat zijn, stinken ze een uur in de wind. En als je ermee over straat loopt, dan schaam je je kapot. Van sommige mannen, hè, klapt je mossel acuut dicht. Waarom is het toch zo moeilijk, hè, om een zorgzame, knappe man te vinden? Nou, dat zal ik jou stellen, omdat die mannen altijd al een vriendje hebben. God schiep eerst de man. Hè? En dacht toen, I can do this so much better. Nee, dat is niet helemaal waar. God schiep inderdaad eerst de man. Ja. Toen nam hij een dag rust. Toen schiep God de vrouw. En weg was alle rust. Talk to them, because my face don't like you. Ja, je hebt eigenlijk ook helemaal geen psycholoog nodig, hè? Nee. Ik vertel gratis wat er allemaal mis is met jou. Oké. Ik ben dan misschien gestoord, hè? Ja. Maar, jij bent lelijk en daar hebben ze geen pilletjes voor. Oké. Okay. Houd toch op, man, met je grote mond. Een grote mond? Ja. Eerlijk. Ik ben eerlijk. Eerlijk? Ja. Oké. Nou, weet je... Ik ben inderdaad niet perfect. Nee. Ik ben ook niet de liefste, de leukste of de knapste. Nee. Hey, maar ik ben wel mezelf, hè? En dat is ook belangrijk. Dus, Petje, misschien moeten we gewoon mee ophouden en gewoon vergeten en vergeven. Hallo, ik ben geen Jezus, ik heb ook geen Alzheimer. Maar, ik kan je wel een tip geven. Ja. Kijk, in een relatie moet je gewoon, Koester, Piet, ja. Hey, in een relatie moet je gewoon heel goed luisteren naar wat je tegenstander naar bedoelt. Partner, ik bedoel natuurlijk partner. Ja, en discussiëren met een vrouw, hè. Ja, dat is eigenlijk ook hetzelfde als het lezen van een softwarelicentieovereenkomst. Softwarelicentieovereenkomst? Ja, kijk, aan het einde, ja, dan negeer je toch alles en dan klik je op aanvaarden. Ja.